Dag dames en heren, het Brabantie nieuws van 27 januari met vandaag. Grenspyromaan ontkent betrokkenheid. PMBO'ers kruipen een dag in de huid van een procesoperator. En asiel in Eindhoven vangt al 30 jaar dieren op. Dag dames en heren, dit is het Brabantie nieuws. Ik ben Erwin Veenstra. De man die afgelopen woensdag is aangehouden op verdenking van de grenspyromaan te zijn, ontkent in alle toonaarden de betrokkenheid. En in een andere zaak, namelijk een schietpartij van afgelopen zaterdag in Roosendaal, is een verdachte aangehouden. De 48-jarige Frans B. uit Roosendaal ontkent dat hij de pyromaan is die de afgelopen weken tientallen auto's in brand heeft gestoken in de grensstreek. Dat zegt zijn advocaat meester Henk van Asselt, die zijn cliënt vanmorgen heeft gesproken. Vrachtwagenchauffeur B. werd woensdag in Rukven aangehouden. Kort daarvoor zagen agenten hem in Zundert toen daar een bestelauto in vlammen opging. En dan die andere zaak, namelijk de schietpartij van afgelopen zaterdag in Roosendaal. Een arrestatieteam van de politie heeft woensdagavond in Sprundel de voortvluchtige verdachte aangehouden van de moordaanslag in Café Den Bally in Roosendaal. Het gaat om een 29-jarige man uit Sprundel. De politie verdenkt hem ervan dat hij heeft geschoten op een 38-jarige cafébezoeker uit Sint-Willebrocht. Het slachtoffer werd door 7 kogels geraakt, maar overleefde de aanslag. Zijn toestand is stabiel. Het zou gaan om een wraakactie. Dakloze vrouwen in Eindhoven hebben het hard te halen. Voor de mannen staan diverse urinoirs in de stad. Maar waar moeten zij hun behoefte doen? Er is nu een oplossing, de regenboog-wc. Wegens gebrek aan een fatsoenlijk toilet voor vrouwelijke daklozen in Eindhoven zou de regenboog-wc uitkomst kunnen bieden. En niet alleen aan de vrouwen. Ook de mannen zouden er profijt van hebben. Alles wat erin gaat, moet er ook uitkomen. Dus. Maar plassen op straat heeft consequenties. Je gaat meteen mee naar de politiecel. Je wordt gefouilleerd. En je moet een boete betalen. Ja, die je niet kan betalen. Wat moet ik hè? Dat is meer dan 100 euro, terwijl ik een uitkering geniet. En nou is dus iets in het wild geroepen, een mooie openbaar toilet, alles erop en eraan. Gratis toegankelijk, voor dak- en thuislozen. De regenboog-wc, ik zag net aan de binnenkant van de klep al staan, goed idee die wc, maar wiens idee was het eigenlijk? Eigenlijk is gekomen vanuit de daklozen. Want die wil toch eigenlijk graag een plekje hebben in de stad waar ze hun eigen behoefte kunnen doen. En dat is toch heel vervelend als je dat niet hebt. De regenboog-wc is niet alleen een toilet. Het zou ook kunnen dienen als een soort VVV-kantoortje waar informatie op staat voor daklozen. Bijvoorbeeld waar jij naar de nachtopvang kan. Waar jij een slaapzak kan halen bij ons. Waar de voedselbank is. Waar je naar de kerk kan gaan. Het is gewoon geweldig. Ja, en ik begreep net al ook in diverse talen. En wij willen dat het liefst in 3-4 talen doen. Hè, we moeten wel iemand zoeken die Pools kent, maar dat gaat zeker wel lukken. Het idee is er dus. En het geld is er ook. Want zowel woningcorporatie Trudo als verslavingsinstelling Novadic Kentron willen het regenboogtoilet sponsoren. Er ontbreekt alleen één ding. Een vergunning van de gemeente. Ja, de vergunning laat eigenlijk al een jaar op zich wachten. We zijn vorig jaar eigenlijk bij de wethoudster geweest. En ze zouden mee bezig gaan en het zou bekeken worden. En ook de ambtenaren zijn ermee bezig, maar ik denk dat ze het onder het kleedje geduwd hebben. En dus gingen de daklozen donderdag zelf een herinnering overhandigen aan wethouder Leni Scholten. Een rainbow wc-bril en de zwarte muts. De grootste teleurstelling van het dakloze 2010. De wethouder nam de bril en de muts graag in ontvangst. Dan zet ik de muts ook op. Nee, dan heb ik respect. Ja, even een applausje, jongens. Nee. Ja, dan heb ik dus een lekkere muts. Ondertussen gaven de daklozen aan dat ze wel meer dan één toilet willen zien. Een stuk of 40 dicht. Ja, maar ja, kijk, die toilet moet ook weer schoongehouden worden. Wie gaat dat allemaal regelen? Daar gaan we naar kijken. Een toiletjuffrouw. Tja, een toiletjuffrouw. Dat weet ik nog niet. Ja, dat is te veel uitwerking. En dadelijk dan zeg ik iets wat ik later niet waar kan maken. Het gaat nou even om het idee en dan gaan we even op een rij zetten van wat komt er allemaal bij kijken als je zoiets wilt realiseren. En dan gaan we kijken of het realistisch is. En? Tevreden? Ja, ik ben zeer tevreden. Ik vind het gewoon
iedere stap is een stapje dichterbij naar iets wat beter kan. Ja, voor daklozen in heel Nederland is het te hopen dat de regenboog-wc een landelijk vervolg krijgt. Een gekantelde vrachtwagen zorgde donderdagochtend voor een kilometerslange file op de A2 bij Zaltbommel. De wagen was gevuld met natuursteen. Vrijwel direct werd de rechte rijstrook richting Utrecht afgesloten. Met als gevolg dat er op het hoogtepunt 11 kilometer file ontstond. De Belgische oud-doelman Jean-Marie Paf wil trainer worden van RBC Roosendaal. De KNVB heeft de eerste divisieclub verplicht om voor de rest van dit seizoen een gediplomeerde hoofdtrainer aan te stellen. Want Erik Helmons, die sinds het vertrek van Fuad Kapa de honoreurs waarneemt, is nog niet in het bezit van de vereiste papieren. Paf is wel in het bezit van een UEFA Pro-licentie. Tot zover, we gaan verder met het korte nieuws van vandaag. Zoals het er nu naar uitziet, verhuist het Nederlands Instituut voor Animatiefilm, kortweg NIAF, in 2012 van Tilburg naar het Eindhovense NatLab op Strijp S. Het landelijk instituut dat animatiefilms ontwikkelt en promoot, bevindt zich al 18 jaar in Tilburg, maar wordt nu wegbezuinigd. Zowel de gemeente Eindhoven als Breda hadden interesse in het NIAF, maar de directeur van het instituut vindt dat de Brabantse lichtstad de beste papieren heeft. De raad in Eindhoven moet zich nog uitspreken over de mogelijke verhuizing, maar volgens wethouder Mary Ann Schreurs past het niet af goed in de stad. Voetbalclub FC Den Bosch moet binnen een maand bij de gemeente aangeven op welke manier ze de acute financiële problemen denkt op te lossen. Dat is een van de belangrijkste voorwaarden die de gemeente Den Bosch stelt aan medewerking aan het behoud van de club. Ook een sanering van de schulden aan voorzitter Ben Kersten en ex-voorzitter Hans Brus moet erin worden meegenomen. Die schulden bedragen samen circa 5,2 miljoen euro. De gemeente vraagt om initiatieven uit de Bosse samenleving en eist verder een nieuwe bestuursstructuur en een sluitende meerjarenbegroting. Indien aan die voorwaarden wordt voldaan, wil de gemeente verdere steun bekijken. Een automobilist is woensdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Roosendaalse weg in Sint-Willebrocht. De man botste met zijn auto tegen een boom en kwam daarbij klem te zitten in het autovrak. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe de man met zijn auto tegen de boom terecht is gekomen. Winkeliers van winkelcentrum De Poort in Oorschot willen dat er iets gedaan wordt aan de parkeerproblemen daar. Rondom het centrum mag namelijk vrij geparkeerd worden en daardoor zetten veel mensen hun auto voor de deur van de gevestigde winkels en bedrijven. Voor de winkeliers is dat een doorn in het oog en dus hebben ze een gesprek aangevraagd met de gemeente en de Rabobank. Daarnaast bekijkt de ondernemersvereniging Oorschot of er mogelijk een centrummanager aangesteld kan worden. Om dat te onderzoeken hebben de ondernemers in totaal 14.000 euro nodig. Bas Hermans aan de Emmastraat in Sint-Willebrocht kreeg donderdag bezoek van een zogeheten bedkillteam. De mannen kwamen naar zijn woning omdat er één of enkele vleermuizen op zijn zolder zitten. Het gaat om de zogeheten laagvlieger en dat is een echte gebouwenbewoner. Deze vleermuizen kunnen bijten en eventueel ook hondsdolheid veroorzaken. De bewoners durven dan ook niet meer op hun zolder te slapen. Het bedkillteam heeft donderdag geadviseerd om de kleine naden op de zolder dicht te maken, zodat de vleermuizen niet meer verder kunnen komen dan de spouwmuur en de dakpannen van de woning in Sint-Willebrocht. Straks in het nieuws. Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven bestaat vrijdag 30 jaar. Maar eerst, steeds minder jongeren kiezen voor een baan als procesoperator of onderhoudsmonteur, terwijl de vraag naar goed opgeleide technici groot is. Daarom hebben procestechnische bedrijven deze week hun deuren geopend voor VMBO'ers. Ze kruipen een dag in de huid van een procesoperator. Brabant kent een tekort aan technici. Volgens de Stichting Procestechniek Zeeland-West-Brabant zijn er de komende jaren zeker zo'n 300 goed opgeleide mensen nodig in de procesindustrie. Om leerlingen voor het vak te porren stellen verschillende bedrijven in Brabant hun deuren open voor VMBO'ers tijdens de Week van de Procestechniek. Het doel van de week is, van deze week is om jongeren uit de regio Zeeland en West-Brabant op een actieve manier kennis te laten maken met de vele aantrekkelijkheden van een boeiende industrie. Ja, want de technische kant, dat is niet een vak waar de meeste jongeren voor kiezen. Hoe komt dat nou, denkt u? Nou, dat heeft te maken, denk ik, wat ik net zeg. Zolang de slagbomen bij deze bedrijven gesloten bleven, zie je wel een omgeving met pijpen,
buizen en ketels en afsluiters, maar dan weet je niet wat daar gebeurt. Een aantal jaren terug, toen wij als PZW begonnen, hebben we gemeend de slagboom letterlijk en figuurlijk open te zetten en jongeren te ontvangen en te laten zien wie hier werken, hoe groot het is, wat we hier maken, wat we verdienen en waar het allemaal toe dient. Bij Shell Moerdijk leerden de jongeren vrijdag over de opwekking en transport van elektriciteit. Nou. Doet je het? Nee, moet ik niet aanzetten. Maar als die aanstaat, doet hij nee. Dan? Nee? Nee. Waarom doet hij niet? Omdat het maar inrichtingsverkeer is. En zie je jezelf ook later een technisch vak uitoefenen? Ja. Ja. En wat maakt het dan interessant voor jou? Nou, gewoon dat je met je handen kan werken. Dat je gewoon iets doet in plaats van de hele tijd in een kantoor zitten met achter een computer. Ja, wat leren jullie de jongeren hier? We proberen ze eigenlijk te leren wat een aantal elektroconcepten zijn. Dus we hebben het nu over frequentie. Daar hebben we het over serie- en parallelschakelingen en hoe dan de stromen zich verdelen. Dus het is eigenlijk een klein beetje basis elektrotechniek. Wat zijn jullie aan het doen? Een schakeling aan het maken. En zie je jezelf later een technisch vak beoefenen? Ja, ik wil graag de vliegtuigentechniek in. Deze jongeren hebben nog een paar jaar opleiding te gaan voordat ze in de techniek aan de slag kunnen. Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven bestaat vrijdag 30 jaar. En om het jubileum te vieren probeert het centrum in 30 dagen het asiel leeg te krijgen. Het centrum in Eindhoven bestaat al wel 30 jaar. Het asiel zelf bestaat nog veel langer. In die lange jaren zijn er een hoop veranderingen doorgevoerd. Het is wel verbeterd. We zijn flink aan de gang gegaan, ook met de huisvesting van dieren, meerdere dieren tegelijk. Ja, de opvang zelf kunnen we niet veranderen, want we zitten gewoon vast aan de hokken die zoals ze zijn. Maar het is wel verbeterd qua manier van opvangen en de verzorging van de dieren. Maar hoe verloopt zo'n proces nou precies? Want zo'n dier wordt gevonden en hoe komt dat bij jullie terecht? Het komt inderdaad via de dierenambulance vaak bij ons terecht. Het kan ook zijn dat mensen het dier zelf brengen. We gaan het dier sowieso eerst onderzoeken door de dierenarts. Dan komt hij op de website te staan met verhaal, foto's erbij. Mensen kunnen er dan op reageren. Als mensen dan bij ons langskomen, maken ze eerst kennis met het dier. En dan hebben we gewoon een gesprek met de mensen. Hoe ze leven, hoe ze wonen. Ja, hoe hun leven eruit ziet. Of daar de hond bij zou passen. Als dat zo is, dan kunnen we tot dat optie overgaan. Voor de medewerkers van het centrum is het vaak lastig om afscheid te nemen van de dieren. Ja, absoluut. Er zijn dieren waar je gewoon een enorme band mee krijgt. En het is een beetje dubbel. Je ziet ze natuurlijk graag naar een nieuw huis gaan, maar het is ook moeilijk omdat je er weer afscheid van moet nemen. En wat is nou het langzittende dier hier? Op dit moment is dat Boy. Die zit hier vanaf april 2010. Boy is dan ook naastig op zoek naar een baasje. Net als 45 andere honden, 65 katten en 1 konijn. En nog een ander soort dier. We zien hier wel een heel vreemd dier zitten. Kun je daar meer over zeggen? Ja, hier is Alice. Alice is iemand van het kattenteam. We hebben een geweldige groep mensen lopen die elke middag bezig zijn met de katten. Voornamelijk het socialiseren van de dieren. Dus bange dieren die binnenkomen om te zorgen dat die gewend raken aan het fenomeen mens. Dat ze dus ook in aanraking komen met handen om te leren dat dat niet erg is, dat het leuk is. En ja, dat ze daaraan kunnen wennen zodat ze geplaatst kunnen worden in een normaal huishouden. Lisette is nu 4 jaar werkzaam in het opvangcentrum. In die tijd merkt ze dat het werk soms erg aangrijpend kan zijn. We hebben ooit een keer een herder geplaatst. Dat leek perfect, leek hartstikke goede plaats te zijn. En een paar maanden later vonden we hem hier bij het asiel aan een hek, totaal uitgemergeld. En eigenlijk op het randje van zwakte. Die is uiteindelijk weer helemaal opgelapt. We hebben hem opnieuw geplaatst bij nieuwe mensen. We hebben echt gewoon gevraagd dat we intensief contact willen hebben. Om er zeker van te zijn dat het niet nog een keer misgaat. Maar het gaat nog steeds geweldig. Menselijkheid staat voorop in het opvangcentrum. En hoewel de liefde voor de dieren erg groot is, hopen de vele vrijwilligers, stagiaires en medewerkers dat de dieren snel een baasje vinden de komende 30 dagen. Je zou ook gewoon alle hekken open kunnen zetten, zijn ze ook weg. Klopt, maar dat is dus het punt van ons. Wij zijn zo ontzettend gek met dieren. We zijn zeker met onze dieren zijn we gewoon helemaal gestoord. Dus hek openzetten, dat is totaal geen optie. En wat vonden de honden er zelf van? Ja, laten we hopen dat het dierenasiel dus snel leeg is. En tot zover het Brabant-nieuws voor vandaag. Meer nieuws is ook na te lezen op onze website. Ga dan naar www.brabant10.nl
En blijf lekker kijken, want zometeen na deze uitzending kunt u kijken naar het weerbericht. Het programma Top Job met Marcia de Rooy en echte Brabantse maakbedrijven ziet u in Van Brabantse Bodem. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending om 7 uur. Heel graag tot dan en een fijne dag. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door VDS Auto Den Dungen. Komende nacht is het meest helder en gaat het licht, lokaal zelfs matig vriezen. Vrijdag overdag is het zonnig en koud met een middagtemperatuur die rond het vriespunt ligt. De oostelijke wind is meest matig, kracht 3 tot 4. Zaterdag is er nog vrij veel zon en is het koud. Vanaf zondag is er wel wat meer bewolking en temperaturen gaan iets oplopen. Het blijft droog. Het weer werd mede mogelijk gemaakt door VDS Auto Den Dungen.